Deze week in Ede TV Nieuws. World League waterpolo dames Nederland-Spanje in de Peppel. 3-0 voorsprong, dus het begon wel veelbelovend. Herdenking Holocaust bij Joods Monument Ede. Vergeten is ballingschap, herinneren verlossing. Koopzondag in Ede wordt mogelijk inzet voor de verkiezingen. Daar lijkt me het meest logisch omdat daar de uitslag heel nipt was de vorige keer. Ede wil in 2050 energie-neutraal zijn. Weet je, dat duurt nog, we rekenen, 32 jaar. En het buitengebied van Ede moet kwalitatief mooier en schoner worden. En dan krijgen mensen doorgaans ruzie. Dit is Ede TV Nieuws. Dinsdag 30 januari vond de World League Waterpolo Dames Nederland-Spanje plaats. Het is een internationale competitie tussen landenteams. De wedstrijd werd gehouden in een overvol zwembad de Peppel, de thuisbasis van onze polabears. Ja, vindt u niet geweldig? Nederland-Spanje, georganiseerd door Sportservice Ede, maar vooral ook door Polar Bears en Zwembad de Peppel. Erg leuk dat ze dit doen. Het is een geweldig festijn wat hier gaat plaatsvinden. U bent vast trots vandaag. Ja, dat ben ik zeker. Ik zie dat Ede zich ook echt klaarmaakt om in de sport en ook sportevenementen heel veel te doen. Vorige week zijn we bij het hoogste punt geweest van de nieuwe topsporthal. En vandaag hier deze mooie waterpolenwedstrijd Nederland-Spanje. Dus ik ben heel trots op Ede en daarmee op heel Gelderland. Het aantal sportevenementen in de gemeente Ede lijkt wel in een stroomversnelling te komen. Ja, dat klopt. Daar zijn we trots op. Samen met onder andere provincie, gemeente, sportforum en alle mooie verenigingen krijgen het voor elkaar om steeds meer hele mooie sport naar Ede toe te halen. Is waterpolo een beetje populair in de gemeente Ede? Nou, mag zeker nog populairder worden. We zijn een club met rond de 400 leden. En dat is voor een gemeente als Ede zou dat echt wel wat meer kunnen zijn nog. Om waterpolo als sport meer onder de aandacht te brengen, werden er een week lang zogenaamde clinics georganiseerd. Ja, dat was clinics voor de schoolkinderen die hier clinics volgden met hun klas. En die zijn heel goed bezocht. De hele week zijn er door vrijwilligers van Polar Bears ook clinics gegeven. En dat was echt een succes. Hebben we gezorgd dat coryfeeën uit het waterpolo, jongens van het Nederlands team, meisjes van het Nederlands team, trainers, die hebben allemaal clinics verzorgd. En we hebben geprobeerd om heel veel kinderen heel enthousiast te maken voor sport. En in dit geval voor waterpolo. We proberen met zoveel mogelijk sportevenementen mee te doen. En dat te koppelen natuurlijk ook in het onderwerp voet. Maar in die zin zijn we ook de provincie erg dankbaar. De gedeputeerde heeft de vier grote steden bij elkaar gepraat. En organiseert steeds meer sportevenementen. Waardoor we ook sportevenementen uit de Randstad naar ons Gelderland krijgen. Onder andere naar Ede. De wedstrijd begon vol vertrouwen. Ja, nou ja, ik ben geen echte kenner, maar ik hoop en ik heb er alle vertrouwen in dat Nederland wint. Ja, die gaan we ongetwijfeld winnen in deze ambiance hier in dit prachtige zwemstadion. Maar helaas, Nederland verloor met 8-11 punten van Spanje. Well, at the beginning they started very hard and it was quite difficult. They are a great team, so it was a hard game to win. Ja, we begonnen inderdaad heel goed. We hadden echt wel een lekker begin. Sowieso de eerste bal zat er echt al heel mooi in. Volgens mij kwamen we toen 3-0 voorsprong, dus het begon wel veelbelovend. Maar ja, helaas weet Spanje toch om te keren. Ze hadden een paar snelle aanvallen. En vooral in ons man minder hadden wij niet echt een goed antwoord op het Spaanse schot. Maar nu wordt het nog wel veel moeilijker om de World League Final te halen. Het is nog niet dat het over is, maar het is toch fijn om je wedstrijden thuis sowieso te winnen. Want nu zijn wij het eerste team dat eigenlijk thuis niet heeft gewonnen. Dus dat wordt het wel een stuk zwaarder. Hoe sportief is de Edese bevolking eigenlijk? Ah, die is heel sportief. Als je kijkt hoe het verenigingsleven bloeit, als je ziet hoeveel mensen zelf sporten, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. En ik denk dat we een hele gezonde, prettige, sportieve samenleving hebben. Wethouder Willemien Vreugdeheel heeft een aantal plannen gepresenteerd waarmee ze hoopt dat het buitengebied mooier wordt en kwalitatief beter.
We hebben zoals gewoonlijk twee keer per jaar weer ons gebruikelijke bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied. Waarbij we allemaal kleine bestemmingsplannetjes bij elkaar optellen en in één grote verzameling weer richting de raad brengen. En die bestemmingsplannen willen we graag vormgeven middels een aantal kwaliteitsverbeteringen. Dus de sloopmeters die al heel bekend zijn, die verplicht zijn om vrijkomende agrarische bebouwing weg te halen. En daarnaast hebben we vandaag in het college een handboek voor functiewisseling woningen vastgesteld. Wat we willen voorkomen is dat achterblijvende agrarische bedrijven veel hinder gaan ondervinden van functiewisselingen. Dus als er bijvoorbeeld woningen worden toegevoegd of bedrijven, dan veroorzaak je hindercirkels voor agrarische bedrijven of andersom. En dan gaan ze elkaar in de weg zitten. En we hebben nu al veel in het buitengebied dat functies elkaar in de weg zitten, zeg maar. Dus bijvoorbeeld wonen en bedrijvigheid. En dan krijgen mensen doorgaans ruzie. En dan gaan ze elkaar bestoken met handhavingsverzoeken. En door juist goed te kijken naar de ordening van de ruimte en dat ook slim te doen, kun je dat ook voorkomen. En je kunt de kwaliteit van je buitengebied behouden, ook de schoonheid ervan. Hoe kunnen we die schoonheid behouden? Een van de belangrijkste dingen is verstening tegengaan. Dus niet dat we overal in het groen en in de enge. We hebben pas geleden prachtige boek Parels van Edese Landschappen uitgebracht. Dat is ook agrarisch cultuurlandschap waar al onze prachtige klompenpaden doorheen lopen en onze fietsroutes. Nou, dat wil je zo houden. Dus je wilt niet dat midden in zo'n eng of midden in een cultuurlandschap ineens allemaal woningen verrijzen. Dus je wilt zoveel mogelijk die concentreren naar de randen van de dorpen. We hebben nu 800 agrariërs in deze regio. Dat worden er minder. Vandaar ook deze plannen? Ja, dat is een uitvloeisel van het programma Buitengebied. Het is een verdere uitwerking wat we in 2016 al hebben vastgesteld. En successievelijk willen we steeds meer uitvoering gaan geven aan dat programma. Waardoor we inderdaad die omgevingskwaliteit ook met al die stoppende agrariërs toch weten te behouden voor de kinderen en kindskinderen. Op de laatste zondag van januari vond traditioneel de internationale herdenking van de Holocaust plaats. In de gemeente Ede was dit bij het Joods monument op de Vossenakker. Velen trotseerden de koude wind om hierbij aanwezig te zijn. Joods monument Ede is in 2012 opgericht omdat wij aandacht wilden besteden aan de Joden die hier in de oorlog ondergedoken hebben gezeten. En die zijn opgepakt en naar kampen zijn gebracht. En dat was een beetje een vergeten hoofdstuk, leek het, in de geschiedenis van deze gemeente. Hoe relevant is die herdenking nog in deze tijd? Nou, als het nou was gebeurd dat na de Tweede Wereldoorlog we eigenlijk zeiden dit mag nooit meer gebeuren en het gebeurde nooit meer. Dan kun je je voorstellen dat je na 50 jaar zegt, weet je, het is opgelost, het gebeurt niet meer, we kunnen hiermee stoppen. Helaas gaat het eigenlijk in onze tijd nog steeds door. Dat er vragen gesteld worden bij Jood zijn. Dat mensen die zich met een keppeltje op uitgescholden worden. Dus om hun Jood zijn eigenlijk te maken hebben met vervolging of discriminatie. Nou, zolang dat nog bezig is, is het in mijn ogen heel erg noodzakelijk om jaarlijks stil te staan. Als dit gebeurt, besef wat de gevolgen kunnen zijn. We willen ook heel graag dat we daar een nieuwe generatie bij betrekken. Omdat we vinden dat je geschiedenis levend gehouden moet worden. We willen graag dat dit in herinnering blijft. Dus daarom hebben we ook een soort samenwerking gestart met de leerlingen van het Marnix College hier in Ede. Tijdens de plechtigheid werden alle namen op het monument voorgelezen door scholieren van het Marnix College. Nou, ik vond het ook, ja, het confronteerde me wel heel erg, want er waren kinderen die gewoon jonger waren dan ik nu ben. En dat deed wel heel veel met mij. En ik vond het ook heel belangrijk dat ik dus dat kon doen. Anne Frank zegt, maar waarom worden wij nou vervolgd? En het heeft alles te maken met wie ze is. Ze is Joods en dat is de reden dat ze vervolgd wordt. Dan kun je twee reacties op hebben. Ik verstop dat ik Joods ben. Maar willen we dat in ons land, dat je identiteit gaat verbergen omdat je anders bang bent vervolgd te worden of uitgeschold te worden? Nou, eigenlijk, onze grondwet zegt dat er niet gediscrimineerd mag worden. En dus juist is het zo belangrijk dat iedereen zijn identiteit mag houden en kan uitleven. Dus dat was ook mijn boodschap. Laten we als samenleving ook tegen onze Joodse medeburgers zeggen, wees er trots op dat je een Jood bent. Ik vind het heel belangrijk dat zoiets als dit nooit vergeten wordt. Omdat als mensen dit vergeten, dan kan het zo nog een keer gebeuren. En dat wil ik eigenlijk, dat nooit zoiets mag gebeuren. Na de kranslegging werd de plechtigheid afgesloten met het leggen van steentjes op het monument. Een Joodse traditie.
Wat in Nederland gebeurt, gebeurt ook in Ede. Daarin moeten we nog steeds elkaar wel scherp houden dat er niet gediscrimineerd mag worden. En dat je gelijke behandeling nodig hebt, gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht wat je afkomt is, ongeacht wat voor voorouders jij hebt. En daar moeten we elkaar elke dag scherp bij houden, ook in Ede. Deze week is er gestart met de aanleg van het nieuwe Marktplein in Ede. De markt moest na vele jaren weer een nieuwe uitstraling krijgen. Het nieuwe ontwerp is afkomstig van het bureau Hosper. Deze zomer moet de markt in nieuwe stijl klaar zijn. Het thema is de overtuinen. Het wordt een mix van stenen, groen en fonteinen. Dit ontwerp is uiteindelijk door de Edenaren verkozen tot beste en mooiste. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de Kolkakkerbuurt. Hiermee is er een stap gezet in de herontwikkeling van de Kolkakkerbuurt. Ik ben blij dat de bewoners uit de Kolkakkerbuurt zo actief betrokken zijn bij de plannen voor hun buurt. Dit heeft geleid tot een mooi plan voor een prachtige wijk in Ede, aldus wethouder Harry van Huistee. Bij het ontwikkelen en ontwerpen van de plannen zijn de inwoners van deze wijk betrokken geweest. Samen met woonsteden en gemeente Ede is men tot dit eindresultaat gekomen. De kans is aanwezig dat de provincie Utrecht in de toekomst aan de slag gaat met de Rondweg Oost in Veenendaal, de N233, die aansluit op de Rondweg de Klomp. De toekomstige bereikbaarheid van Ederveen en de Klomp kan in de toekomst problemen opleveren. De Belangenvereniging Ederveen de Klomp maakt zich hierover grote zorgen. Er zou volgens de Belangenvereniging een onderzoek moeten komen naar de bereikbaarheid van Ederveen en de Klomp. Op de stationsweg in de Klomp, die toegang geeft tot het station Veenendaal de Klomp, loopt het zeer regelmatig vol, omdat het tunneltje onder het spoor door maar verkeer van één richting toelaat. In de spits is de situatie veel erger en staan alle wegen richting het tunneltje helemaal vast. De Belangenvereniging volgt de situatie kritisch en wil dat er actie ondernomen wordt. In het afgelopen jaar is het aantal reizigers op de Valleilijn met 5% gestegen. De groei is een voortzetting van een stijgende lijn. In voorgaande jaren steeg het aantal reizigers al behoorlijk, dat meldt onderzoeksbureau OVID uit Huizen. Vooral mbo-scholieren zorgen voor deze stijging. Vooral rondom de spits is de groei te merken. Connexxion wil de groei opvangen door 2 nieuwe treinen in te zetten die vanaf deze week gaan rijden op het traject Ede-Wageningen-Amersfoort. Met deze 2 nieuwe treinstellen beschikt Connexxion over 7 treinen en kan men makkelijker combineren met treinstellen. Bovendien zijn de nieuwe treinen iets langer dan de 5 bestaande Protos-treinen. De nieuwe treinen zorgen voor een capaciteitsboost. Zo'n 2,5 jaar geleden is er in de Edese gemeenteraad uitgebreid gesproken over de koopzondag. De landelijke D66 wil dat hun lokale fracties de koopzondag inzetten als belangrijk punt voor de verkiezingen. Omdat het een belangrijk thema voor D66 is, naast andere belangrijke thema's zoals onderwijs, zorg en wonen. Maar ook de vrijheid van ondernemers om zelf te mogen bepalen of een winkel op zondag open mag, vinden we erg belangrijk. Daarom hebben we daar de afgelopen verkiezingen ook sterk op ingezet. En zijn we ook blij dat die discussie die hier in Ede decennia lang een soort taboe was. Die was potdicht, er was geen beweging in te vinden. En daar zijn we ook erg blij op dat we na de vorige verkiezingen via het referendum hier de koopzondag in Ede hebben kunnen mogelijk maken. Ja, ik was wel verrast door de opmerking van het Kamerlid vanuit Den Haag van D66. Die zei, D66 moet dit als inzet maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En toen dacht ik van nou, volgens mij zijn er een hele hoop andere onderwerpen die echt wel wat belangrijker zijn dan alleen maar die koopzondag. Als je als partij alleen maar de koopzondag als inzet hebt, dan wordt het volgens mij een vrij bedroevende verkiezing. Er zijn een hele hoop thema's waar we met elkaar hard voor aan de slag moeten. En om nou alleen in te zetten op die koopzondag en dat als prioriteit te verheffen, volgens mij heb je dan niet helemaal door wat er in al die gemeentes echt gebeurt. Tegelijkertijd hoor ik meneer Paternotte zeggen dat dit de inzet moet zijn van D66 voor de verkiezing. Dus dan zullen ze binnen de partij maar even moeten afstemmen wat nou precies de lijn is. Maar als ik de heer Paternotte hoor, dan zegt hij dit is de inzet van D66 voor de gemeenteraadsverkiezing. Het besluit over de Edese koopzondag werd gemaakt op basis van een referendum. We hebben het zo gezegd via een referendum gedaan, want we vinden ook dat je een dergelijke belangrijke beslissing in samenspraak moet doen met de lokale bevolking. Daarom hebben we dat de afgelopen keer via een referendum gedaan. Daaruit bleek dat de inwoners van Ede stad voor een koopzondag waren en de inwoners van de andere kernen tegen. Nou ja, dan moet je dat natuurlijk ook respecteren en daarom hebben we het ook op die manier gedaan. In Ede stad is het nu mogelijk, conform de wensen van de lokale bevolking en in andere kernen niet.
Nou, als je kijkt naar het referendum wat we in 2015 hebben gehouden, dan zie je dat daar een meerderheid van de mensen die woont in de gemeente Ede zegt, we hebben geen behoefte aan de openstelling van winkels op zondag in de gemeente Ede. Daar is uiteindelijk door een raadsmeerderheid anders gekozen. Daar hebben 20 van de 39 zetels hebben gezegd, wij gooien alle winkels in het gemeentedeel Ede open. Nou, wij waren daar toen inderdaad tegenstander van. D66 is namelijk voorstander van die vrijheid voor ondernemers om zelf te mogen bepalen of ze een winkel open doen. Ook in Bennekom. En omdat we ook zien dat de situatie in Bennekom erg veranderd is. En dan niet zozeer de situatie in Bennekom, maar eigenlijk de situatie rondom Bennekom. In Ede is nu winkel op zondag mogelijk. In Wageningen zijn de regels verruimd. In Veenendaal is het nu zelfs wel mogelijk. En dan kunnen we voorstellen dat Bennekomse ondernemers zeggen van ja, het mag nu overal behalve bij ons. We zien ons winkelend publiek naar andere plekken weg trekken, terwijl de vorige keer dat we het vroegen maar een nipte meerderheid tegen was. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je opnieuw gaat kijken of er misschien nu wel een meerderheid is voor een koopzondag in Bennekom. En daarom maken wij dat inzet van de verkiezingen. Je kunt natuurlijk altijd politieke onderwerpen op de agenda zetten. Dat is ieder partij zijn goed recht om de punten die voor jou van belang zijn om die te agenderen. Tegelijkertijd, want de discussie gaat met name over Bennekom, dan kijk ik naar de uitslag van 2015. Dan zie ik dat daar een meerderheid van de inwoners van Bennekom tegen de openstelling van winkels op zondag is. Dan vind ik het vrij gemakkelijk dat je na 2,5 jaar zegt, joh, die cijfers van toen, wat de mensen toen vonden, dat vinden we nu niet meer belangrijk. We beslissen zelf wel wat we willen. Ja, dan denk ik, dan had je dat referendum niet hoeven organiseren en dan had je ook niet van tevoren moeten zeggen, wij nemen die cijfers serieus. Kijk, als je zo als politiek met de cijfers van, met de mening en met de stem van je burgers omgaat, dan beschadig je volgens mij meer vertrouwen dan dat je goed doet. Dus wat ons betreft moet je ook vooral kijken naar die uitslag toen. Tegelijkertijd is het natuurlijk logisch dat je ook je eigen positie meeneemt. Maar als je als partij heel sterk zegt voor zo'n referendum, wij nemen de uitslag over. En je gaat 2,5 jaar daarna zeg je, nou, dat referendum doet er eigenlijk niet meer toe. We doen toch liever wat we zelf willen. Ja, dan neem je volgens mij de kiezer die bij dat referendum hebben gekozen niet echt serieus. D66 wil naast Ede de koopzondag ook invoeren in de buitendorpen. De uitslag van het referendum was in Bennekom bijna gelijk. In tegenstelling tot in andere dorpen. Daar lijkt me het meest logisch, omdat daar de uitslag heel nipt was de vorige keer. Maar wij zijn voor een koopzondag, voor die vrijheid voor ondernemers in de hele gemeente Ede. We hebben de afgelopen keer het referendum gerespecteerd. Wij hadden, zoals gezegd, ook liever in Bennekom die vrijheid aan ondernemers gegeven. Maar we hebben dat referendum nu eenmaal gehouden. Daaruit bleek dat de meerderheid van de Bennekommers tegen was. Dan moet je dat ook respecteren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die uitslag opeens voor eeuwig en altijd zal moeten bepalen dat er een winkel op zondag in Bennekom niet mogelijk is. Je kan het natuurlijk altijd nog weer een keer opnieuw vragen. Zeker nu de situatie zo veranderd is. Wij staan voor een zondag waar je rust hebt, waar je voor elkaar kunt zijn, waar je met elkaar bezig kunt zijn, waar je kunt ontspannen. Dus wat ons betreft zullen we alle mogelijkheden die er zijn om dat doel dichterbij te krijgen met beide handen aangrijpen. Tegelijkertijd is het CDA niet de partij die dit onderwerp nou op één zet van de komende verkiezingen. Er zijn een hele hoop belangrijke punten in de gemeente Ede. Maar het is heel duidelijk, als dit onderwerp door anderen op de agenda wordt gezet, dan is de boodschap van het CDA helder. We zijn geen voorstander van openstelling van winkels op zondag. Het college van burgemeester en wethouders heeft een routekaart vastgesteld om de gemeente energie-neutraler en duurzamer te maken. Als gemeente hebben we gezegd in 2050 willen we energie-neutraal zijn. Weet je, dat duurt nog, even rekenen, 32 jaar. Dus dan kun je op je handen gaan zitten en zeggen, nou, dat moeten we aardig wat gaan doen. Wat we in Ede hebben gedaan, is dat hebben we in kaart gebracht. Hoeveel energie verbruiken we nu? Wat betekent dat tot 2050 wat we moeten gaan besparen of anders opwekken? En daarvan hebben we eigenlijk een heel tijdpad gemaakt. Wat zou je op de korte termijn moeten doen? Wat op de middellange termijn en waar kun je nog even mee wachten? En dat hebben we nu in kaart gebracht en gaat aan de gemeenteraad. Wat gaat op korte termijn gebeuren? Nou, voor die korte termijn zeggen we, je moet al met maatregelen beginnen om je eigen energie op te wekken. In ieder geval minder te gaan verbruiken. Dus alle isolatiemaatregelen voor woningen blijven we stimuleren. Dat zouden mensen echt moeten gaan doen. Minder verbruiken. Maar opwekken zouden we, en dan praten we over een horizon van 2022, willen we eigenlijk aan de start aan de gang met 4 windmolens. Als er nou van die 4 2 overblijven die daadwerkelijk ook staan en draaien, ja, dan kunnen we heel blij zijn. Dat zouden hele goede stappen zijn om zelf energie op te wekken. Hetzelfde geldt voor zonneparken. We hebben dan zo'n 50 hectare zonneparken nodig om te beginnen met onze eigen energie op te wekken. Dat gaat heel veel onderzoek kosten, want je kan niet zomaar ergens een zonnepark neerzetten of een windmolen.
Nee, klopt. Daarom de termijn van 4 jaar. De windmolens die er nu staan, die hebben er 8 jaar over gedaan om hier te komen. Nou, inmiddels is er in Nederland heel wat ervaring opgedaan met windmolens en hoe je ze ver kan komen. Dus het kan korter. En dat betekent dat we met z'n allen moeten goed kijken welke plek is logisch. Dat zo min mogelijk mensen gehinderd worden. En aan de andere kant dat mensen ook juist mee kunnen doen met zo'n windmolen om het profijt van te hebben. De windmolen die er staan konden mensen inleggen en dan krijgen ze 4% rente op hun inleg. Nou, dat is een voorbeeld. Dat zou je nog verder kunnen uitbreiden. Dat mensen ook daadwerkelijk deel kunnen nemen in het aanschaf, investering van een windmolen. En dan ook een rendement krijgen op hun inzet voor zo'n windmolen. We zijn bezig met een zonnepark langs de A12, de geluidswal van de naast Sinemec. Daar hebben we onderzoek gedaan of de geluidswal het kan houden, een zonnepark. Dat kan die. Dus dat betekent dat die er ook echt gaat komen. Nou, dat zou het eerste zonnepark van Ede zijn, ja, op een hele mooie locatie. En dat is eigenlijk zo'n stuk grond ongebruikt. Ligt daar gewoon niks te doen. Nou, die zouden we uitstekend kunnen gebruiken voor het opwekken van onze eigen energie. Nu al hebben wij gezegd, uitgangspunt is alle nieuwbouw in de gemeente Ede moet niet aangesloten worden op het gas. Ik bedoel, dat kun je Groningen niet meer aandoen. Maar we weten ook dat het gas uiteindelijk uitgefaseerd gaat worden. Dus als je nieuw bouwt, zijn er voldoende alternatieven om iets anders te kiezen. Wat we ook gaan doen is kijken naar bestaande wijken. In bestaande wijken moet soms de gasleiding vervangen worden. Die is aan het eind van zijn levensduur. Maar het is natuurlijk van de zotte om er een gasleiding in te leggen die zijn levensduur nooit meer gaat halen, omdat je er straks geen gas meer doorheen laat stromen. Nou, kunnen we die wijken ook al van het gas afhalen en kunnen we bewoners helpen om over te schakelen of op het warmtenet of op een warmte-koude opslag in de grond of op all electric. Nou, dat is eigenlijk een uitdaging waar we de komende jaren voor staan. Met de mensen binnen huis huren is voor ons soms wat makkelijker, want dan zitten we aan tafel met de woningbouwcorporatie. Die is al flink aan de gang gegaan om een deel van hun woningen van het gas af te halen. Moet je denken aan de hoogbouw Ede-Zuid, aangesloten aan te sluiten op het warmtenet. En dat betekent dat je een complete flats afhaalt van het gas en daarmee eigenlijk al enorm bespaart op je gasverbruik. En eigenlijk doen we het al heel erg goed. Als je kijkt naar het landelijk gemiddelde in Nederland zit zo'n 6% energieopwekking op een duurzame manier. In Ede zitten we er tegen de 11%. Dat doen we samen met inwoners, maar bijvoorbeeld ook samen met het warmtebedrijf. Wij stoken hier hout uit onze bossen in het warmtebedrijf, verwarmen we huizen mee. Nou, er is soms een discussie of dat duurzaam is, of we hele bossen niet aan het kappen zijn. Zijn we zeker niet aan het doen. We halen slechts 5% van de aangroei van ons bos eruit voor het verwarmen van de huizen. En dat gaan we ook niet meer doen. We hebben op dit moment zoveel hout dat we het aan het exporteren zijn naar Duitsland. Nou, dat zou je beter zelf kunnen verbranden dan dat ik het in Frankfurt ga verbranden. Op die manier slim gebruik maken van de mogelijkheden die we zelf hebben hier in Ede om energie op te wekken. Nou, dat doe je samen eigenlijk met de omgeving, met wat we voorhanden hebben, maar vooral ook samen met de inwoners. Niet plomp verloren een windmolen voor iemands deur zetten, daar zit niemand op te wachten. Maar samen kunnen we in 2050 en misschien wel eerder Ede energie neutraal maken.